Dit weekend is Valkenhuizen de locatie voor het acrobatiekfestival. Er zijn hier 900 acrobaten van over heel de wereld. Ik ga daar eens even kijken. Ja, dit is het Nederlands Acrobatiek Festival. En dat is een internationaal festival. Dus dat wil zeggen dat er ook heel veel mensen van allerlei buitenlanden zijn. Er zijn mensen uit Israël, er zijn mensen uit Amerika, maar ook heel veel Nederlanders. En we zijn aan het acrobatieken. En hoe komen jullie erbij om dat te gaan doen? Ik denk dat het voor iedereen anders is, maar we doen het omdat het leuk is. Eigenlijk, het leuke aan acrobatiek is, het lijkt een beetje op een sport, maar er is geen competitie. Er is niemand die zegt, jij doet het beter of slechter. Je kan wel zelf van jezelf weten van, wauw, ik word elke keer een beetje beter. Ik kan telkens weer een nieuw kunstje. Maar er is geen wedstrijd van wie kan het beste. Dus het is gewoon een bezigheid met je lichaam en met elkaar. Dat is ook heel mooi aan acrobatiek. Dat je het altijd met verschillende mensen doet. Dus je moet elkaar leren vertrouwen. En je leert op elkaars lichaam te reageren. En dat vind ik een van de dingen die het ook heel mooi maakt. En dit is een festival, hè? Wat gebeurt hier dan allemaal? We hebben workshops. Dat is wat je hier in deze zaal ziet. Er zijn mensen die zeggen, oh, ik ga jullie wat leren. En er zijn andere mensen die zeggen, oh ja, ik wil graag wat leren. En dat is wat we hier doen, overdag. En 's avonds hebben we shows. Vaak halen we professionele mensen uit het buitenland die dan een act doen. Die dan verschrikkelijk goede dingen kunnen, zodat iedereen in de zaal zit van, ah. En nu hadden we zoveel mensen. Dit is een heel groot festival. Ik denk het grootste tot nu toe. Want het wordt ieder jaar in een andere stad in Nederland gehouden. En nu zijn er 900 unieke bezoekers. En dat is heel veel. S'avonds hebben we ook nog een programma. Daarna wordt er gewoon gedanst en geknuffeld. Gedanst en geknuffeld? Ja, acrobaten zijn heel erg knuffelige mensen. Dat zit nou eenmaal. Ja, dat ga je vanzelf doen. Als je de hele tijd op elkaars lichaam moet bouwen, dan ga je ook van elkaar houden. Hey, en jullie moeten ook allemaal eten en slapen. Hoe gaat dat? Meteen achter de zaal is het voetbalveld. Maar in dit geval is het nu een kampeerterrein geworden. En daar wordt gekampeerd. En eten? Wie koken jullie of hoe gaat dat? Er is een organisatie die heet Rampenplan. En die maken voor heel veel mensen heel veel eten. En dat doen ze best wel goed, vind ik. Hey, en nou eens eventjes, wat moet je kunnen of zijn of doen om acrobaat te worden? Oh, dat is helemaal niet moeilijk. Ik denk dat jij het zo zou kunnen. Je moet gewoon een beetje vertrouwen hebben. Omdat het ook geen wedstrijdelement is. Sommige mensen beginnen als ze 11 zijn. En andere mensen beginnen als ze 32 zijn. En sommige mensen gaan door tot hun 40ste. En andere mensen gaan door tot hun 80ste. Oké, dus iedereen aan de acrobatiek? Ik raad het eigenlijk iedereen aan.